Als het aan de burgemeesters in Limburg en Brabant ligt, worden de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar verschoven. Die zijn namelijk op 5 maart, de woensdag na de carnaval. Terwijl in Egypte gevochten wordt om democratie, in Tunesië de eerste voorzichtige stapjes in die richting worden gezet en in Sudan het hele zuiden in spanning wacht op de uitslag van een referendum, verklaren Oeteldonk en Maastricht liever carnaval te vieren dan te stemmen. Democratie kan dus ook te vanzelfsprekend worden. Nou weten we natuurlijk al sinds oktober dat Limburgers er soms vreemde politieke definities op nahouden. Het CDA-congres, waar niemand wist welk briefje omhoog moest, was volgens Maxime Verhagen een feest der democratie. Dat had hij waarschijnlijk opgemaakt aan het feit dat iedereen voortdurend met de handjes de lucht in ging. Zijn Limburgse makker Camille Eurlings hield op datzelfde congres schreeuwend een felle speech om zijn leider te verdedigen en salueerde daarbij nog eventjes. Altijd een fijn gebaar op een democratisch feestje. En dan zijn er nog de Brabanders. Volgens burgemeester Rombouts van den Bosch is Oeteldonk daags na carnaval niet met verkiezingen bezig. De mensen gaan een askruisje halen en haring happen voor zover ze niet constant op bed liggen of op skivakantie zijn. De democratie zal ze worst wezen die dag. Eigenlijk vinden ze het zelfs wel lekker, 4 dagen totalitair regime van een prins met zijn 11 vertrouwelingen. Nee, de enige manier om Brabanders à la Egypte woedend de straat op te krijgen is door ze in die bioscoop te zetten en naar New Kids Turbo te laten kijken. Daar schijnt inmiddels menig prullenbakje al het slachtoffer van te zijn geworden. Het probleem van de politiek is dus niet dat er ontevreden burgers zijn, maar dat het ze gewoon geen reet kan schelen. De mensen, vooral die in het zuiden, zien het leven blijkbaar als een polonaise. Het maakt niet uit wie er voorop loopt, het is toch steeds hetzelfde rondje. Iets van mezelf, dankjewel. Dat is misschien ook wel het grote verschil tussen ons land en Egypte. Hoop. Op dat plein in Cairo, met die naam waar nieuwslezers keelpijn van krijgen, staan revolutionairen die geloven dat een democratische land ook een beter land is. Dat burgers daar meer betrokken zullen zijn. Terwijl in feite het gewoon andersom is. In ons vrije democratische land zijn mensen niet met verkiezingen bezig. En daar staan miljoenen woedende mensen te demonstreren. Als je echt betrokken burgers wil, moet je dus een dictatuur invoeren. Misschien moeten we dat dan ook maar doen in Brabant en Limburg. Toch prins Carnaval op As Woensdag benoemen tot koning en dan gewoon een tijdje zijn gang laten gaan. Elke dag een optocht, alle kroegen altijd open, iedereen vrij om carnaval te vieren. En dan raakt op een gegeven moment het bier op, de straten lopen vol pis, er is niemand om het op te lossen, want iedereen viert feest. En wie niet meeloopt in de Polonaise krijgt met een wapenstok van geheime agenten die verkleed zijn als cactus of konijn. En dan eens kijken hoe snel het Vrijthof vol stroomt met demonstranten. Een plein vol apen, priesters, boeven, verpleegstertjes, spongebobs, clowns en roze beren, schreeuwend om stemrecht. Dat lijkt me nou pas echt een feest der democratie.